Dag beste vrienden, vandaag 28 maart, Palmzondag. Vandaag starten wij, beginnen wij het goede week. Het is echt een heel bijzondere tijd voor ons als christenen, als katholieken, dat dit week te kunnen beleven. En dit jaar heel anders, een beetje zoals vorig jaar, maar wij verliezen niet de essentie van dit week. De lezingen van vandaag. En van alle dagen van deze week echt kunnen in rode draad zijn, voor ons. We missen wel de viering misschien en ook het samen kunnen vieren. En het is echt voor ons een offer, zoals het offer van Christus. Maar door het woord van de Heer kunnen wij heel veel ontvangen. Dat zal nooit vervangen wat wij niet kunnen meemaken, maar dat kan wel een bron van diepziening en ook bezinning van binnenuit voor ieder van ons. We gaan vandaag echt een heel mooie liturgie hebben met lezingen over de essentie van deze dag. En ik wil even voor de lezingen voor u een korte passage van de Bijbel die kan heel goed uitleggen waarom Palmzonde. Het is een passage uit Johannes 12, die zegt: 6 dagen voor Pasen ging de Heer de stad Jeruzalem binnen. Kinderen kwamen hem tegemoet. Zij hadden palmtakken in de handen en riepen luid: Hosanna in de hoge. En vandaag treedt Jezus binnen Jeruzalem, wetend wat op hem verwacht, wat hij gaat meemaken. Maar hij gaat vrijmoedig, hij gaat vol van vertrouwen, hij gaat vol van bereidheid om zijn leven te geven tot het einde. Vragen wij ook deze genade voor ons door de hulp van de Heilige Geest in deze lectie hier nu vandaag, maar ook voor alle mensen die wij dragen in ons hart, dat wij echt met de Heilige Geest kunnen dit goede week goed beginnen. Met zijn hulp, met zijn bijstand. De eerste lezing komt uit de profeet Jesaja. God, de Heer, heeft mij de haven van het woord geschonken. Ik versta het, de ontmoedigde moed in te spreken. Elk morgen spreekt hij zijn woord. Elk morgen richt hij het woord tot mij en ik luister met volle overgave. God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn ruw bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukte. En mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadde en mij bespuwde. God de Heer zal mij helpen. Daarom zal ik niet beschaamd staan en zal ik geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden. Dan het is een heel mooie lezing en we gaan ook de komende dagen verder in deze lezing met de profeet Jesaja. En de profeet Jesaja heeft op een deel van zijn boek wat wij noemen de liederen van de dienaar. Dat zijn de liederen die vertellen een beetje het lijden, maar ook de bereidheid van Jezus om te lijden. Het is echt een voorafbeeld, een profetie in het Oude Testament voor alles dat wij nu gaan beleven deze week. De eenheid van de Bijbel en van de woorden van God sinds het begin tot de vervulling met Jezus zijn echt geweldig mooi. En wij zien hier het derde lied van de Dina. De eerste is hoofdstuk 42 van Jesaja en de tweede hoofdstuk 49. En wij gaan deze twee nog maandag en dinsdag morgen en overmorgen hebben. En wij zien hier in dit lied deze genade van Dina. En Jezus komt het goede week binnen, komt Jeruzalem binnen om te dienen. Wat hij gaat meemaken, hij heeft meegemaakt, het is een teken om ons te dienen
met zijn verlossing, met zijn genade. En hij is echt een groot voorbeeld voor ons, het grootste van lijden en van kunnen lijden. En hier in deze lezing krijgen wij twee grote pijlers om dat goed mee te maken. En hij zegt op een moment, met volle overgave luister ik. Ik luister met volle overgave. Jezus is echt het voorbeeld van luisterbereidheid. En we hebben de hele wichtige dagen tijd voortdurend gehoord in de eerste lezing met de profeten. Luister mijn volk, luister mijn volk. Heeft gehoord aan mijn woorden. En nu sluiten wij af met Jezus die de Zoon van God is, die echt heeft beluisterd. En niet alleen luisteren, maar met de volle overgave. Dus luisterbereidheid is echt voor ons een model. En het andere, het aanvaarden. Ik heb mij niet verzet. Jezus is echt degene die voor ons een bron van aanvaarden kan zijn en kan worden. Waarom? De grootste teken van zijn keusheid is het aanvaarden van het lijden. Het is een zin van onze boek van leven die ik van buiten ken. Ik ken niet zoveel zinnen van buiten, maar deze wel. Waarom? Het is de teken van zijn pure liefde. Keusheid is pure liefde. En het grootste teken is het aanvaarden. En wij kunnen vanuit deze lezing echt voor ons deze genade nog beter, nog dieper vragen en ook voor alle mensen die lijden. Deze genade van luisteren, om te kunnen begrijpen en dieper gaan in wat wij meemaken naar de wil van God, op zoek naar de wil van God en daarna de genade van aanvaarden. Dat kunnen wij nooit alleen. Het is altijd met de hulp van God. Dan de Psalm 22, dat is ook een heel belangrijk psalm in het goede week, die echt als psalm kan al echt voorspellen wat wij gaan in dit goede week beleven. Mijn God, waarom verlaat hij mij? Zij lachen met mij, allen die mij zien. Zij grenzen en zij zuiden met het hoofd. Hij steunt toch op de Heer? Laat die hem dan bevreden. Laat die hem redden. Als hij hem bemint. Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld. Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond. Mijn beenderen kan ik wel tellen. Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit. Nu delen zij mijn kleren onderling. En dobbelen om mijn gewaad. Ach, Gie, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. Uw naam zou ik verheerlijken onder mijn broeders. Voor heel het volk uw lof verkondigen. Hij, dienaars van de Gie, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob brengt hem dank. Deze psalm is, zoals ik zei, in referentie waarom deze vers, de refrein is, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Het is een van de zeven woorden van Jezus aan het kruis, dat wij goede week gaan ook horen en kunnen meemaken. En wij zien hier, in deze psalm, deze genade van het lijden, die niet in lijden is van zich laten doen. De psalmist vertelt hier het lijden dat hij meemaakt, de tegenstanden en de uitlagen enzovoort. Maar op het einde stelt hij zijn vertrouwen in God. Hij kan zelfs God al loven voor zijn bijstand tijdens het lijden. En wij zien dat het lijden met God is niet in zich laten doen en zeggen, ja, het is zo en ik kan niets veranderen, ik moet toch dat dragen. Met, ja, tegen mijn wil. Nee, het is echt aanvaarden. Het is aanvaarden wat niet kan veranderen. Maar met een grote vertrouwen, met een grote zekerheid. God staat mij bij. En deze psalm kan ook voor ons een bron zijn van
hoop in deze moeilijke tijd, waarin veel mensen heel veel dingen moeten aanvaarden zoals het is. En well, we kunnen wel zeggen, ja, het is zo, ik kan iets veranderen dan, dat moet toch gebeuren. Maar we kunnen ook diep van binnenin aanvaarden, dat betekent verzoenen met de situatie. Dat betekent het goede kunnen uittrekken zoals de psalm eindigt en toch God loven. Het is een grote uitdaging, een groot genade, maar een grote uitdaging. We kunnen echt aan God vandaag deze genade vragen, ook voor mensen die we kennen die lijden. Daarna de tweede lezing uit het boek dan van de Filippenzen. Het is ook een hymne, een bekend hymne, die toont het lijden van Jezus. Hij bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong zou beleden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Dan dit hymne is echt een referentie, omdat hij toont deze nederigheid van Jezus. Die zich niet heeft willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij is God. Hij was God, maar hij is neergedaald als een mens. En hij is tot de dood aan het kruis in schandelijk dood gekomen om ons te redden. Het is echt een genade van nederigheid die we kunnen ook vragen. Het is ook een van de genade dat we ontvangen bij moeilijke situaties van lijden. Een persoon die beproefd is, is een persoon die heel goed kan zich plaatsen in de kleine plaatsen. Die wil niet groter worden, omdat hij heeft al echt meegemaakt hoe zwak, hoe broos kunnen wij zijn. Het is ook een genade die we kunnen vragen als consequentie van het lijden. Het lijden soms kan heel hard zijn en heel onverwacht in ons leven komen. En er zijn heel veel genade en soms hebben we tijd nodig om dat te kunnen begrijpen en bemerken. Dan, om af te sluiten, wij hebben het evangelie. Maar zoals velen misschien onder jullie weten, het is een grote lezing van het evangelie. Waarom? Het is het passieverhaal. En elk jaar volgens een evangelist dit jaar B, in het liturgische jaar, volgens Marcus. En ik ga dit alles lezen met u, anders had u niet kunnen en ik ook niet. Maar we gaan drie punten uithalen waarop ik ga even met u mediteren om u te helpen, ook bij het lezen van het volledige verhaal, dieper ingaan in de genade van dit verhaal. In de wijsheid van de kerk bereidt ons altijd voor. Het is iets die wie de Lectio Divina doet, een jaar lang, gaat op het einde dat echt kunnen bemerken. Ja, God bereidt ons altijd voor door zijn woord, voor het mysterie dat wij gaan beleven. En bij het begin van hoe de week kregen wij het volledige verhaal. Het is een grote boterham, ja. Maar het is de wijsheid van de kerk die wil voor ons vooruitzicht geven. Ja, dat alles gaan wij beleven. Om al in voorbereiding te hebben. Het is een heel belangrijk kenmerk van de liturgie. En we merken dat beter met de Lectio Divina. Die ons kan helpen om dieper de betekenissen van elk dag te beleven. Hoe belangrijk zal het zijn? Je gaat merken in de goede week, het goede week ga je elementen kunnen van hieruit uithalen voor u en dieper te kunnen beleven. Dan het is de passage Marcus hoofdstuk 14 tot 14 en 15, alle twee.
Maar ik kan niet alles lezen. Ik ga drie delen en dan sluiten we af. En dan ga ik even drie punten ook geven om af te sluiten. Dan Marcus 15. Toen sprak Jezus tot hen. Allen zult hij ten val komen, want hij staat geschreven. Ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar na mijn verrijzenis zal ik u volgen naar Galilea. Toen zei Petrus, al komen allen ten val, ik zeker niet. Jezus antwoordde hem, voorwaar ik zeg u, nog heden, nog deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult juist hij mij driemaal verloochenen. Maar met nog meer nadruk verzekerde Petrus, al moest ik met u sterven, in geen geval zou ik u verloochenen. In dezelfde geest spraken allen. Nu brachten de soldaten hem het paleis binnen, Jezus. Dat wil zeggen het pretorium. En riepen de hele afdeling bij elkaar. Ze hingen hem een purperen kleed om. Vlochten een doornenkroon en zetten hem die op. Vervolgens hingen zij hem met hem het saluut brengen. Hij groet koning der Joden. Zij sloegen hem met een rietstok op het hoofd, bespuwden hem en brachten hem hulde door op de knieën te vallen. Nadat zij hun spel met hem gedreven hadden, ontdeden zij hem van het purperen kleed, trokken hem zijn eigen kleren aan, en voerde hem weg om hem te kruisigen. Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis. Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land tot aan het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit is vertaald, mijn God, waarom hebt hij mij verlaten? Enkele omstanders die het hoorden zeiden, ho, hij roept Elia. Een van hen hing een spons halen, drinkte die in zure wijn, stak hem op een rietstok en bood hem te drinken, terwijl hij zei, laat mij begaan. Wij willen inzien of Elia hem er af komt halen. Jezus slaakte een luid kreet en gaf de geest. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën. De 100 man die tegenover hem post had gevat en zag dat hij onder zulke omstandigheden de geest hadden gegeven, riep uit, waarlijk, deze mens was een zoon van God. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan wij zijn echt een paar delen een beetje verlopen en ik heb met opzet deze drie gekozen om voor ons wat meer inzicht te kunnen geven over de betekenissen die zo rijk zijn in dit
verhaal. Ik nodig u echt uit om het volledige verhaal één keer, twee keer lezen. Echt om in te duiken in het mysterie van deze daring van dit week. In drie delen eerst over Petrus. Die zei, ik ga u nooit verloochenen. Ik ga u met u altijd zijn. En Jezus zei, ja, maar wacht tot des nachts. Dan ga je zien. Maar het is niet om hem ontmoedigen. Maar Petrus kan voor ons tonen hoe wij soms door gebrek aan zelfkennis, gebrek aan de kennis van onze zwakheid, kunnen soms in zelfvertrouwen hebben die ons een beetje bedriegen. En er is in commentaar, we gaan ook horen in de lezingen van de officie, wij noemen hier officie van de duisternis bij ons gemeenschap van het Tridu. Er is een lezing die zegt, het val van Petrus die gevallen is, was sterker dan degene die recht bleef. En het is dat in deze ervaring hier, die begint nu met dit gesprek van Jezus en Petrus, die gaat nog zich ontwikkelen tot het moment dat hij heeft Jezus echt driemaal verloochend en de hand kraaide. En hij besefte, hij maakte de link, ah, Jezus had dat aan mij gezegd, dan kwam hij tot een diep berouw. Maar dit berouw bracht hij tot een diep zelfkennis en ook een diep even om Jezus te dienen en ook terug op te staan. Petrus is een heel hevige persoon van temperament, maar die kan ook, zoals hij valt, staat hij op. Het is voor ons een voorbeeld. Daarna, het tweede deel, wanneer Jezus binnengebracht in het paleis, waarin hij bespoten wordt en van alles deden de soldaten met hem. Het is echt voor ons dat deel in beeld van het morele lijden. Jezus, voordat hij gekruisigd werd, heeft hij al heel veel geleden. We hebben in deze week ook gezien hoe de fariseeën steeds meer hem stoten en plaagden en alles. Dat was al in lijden van hem. En nu begint echt het morele lijden heel geconfronteerd met echt bespotten. Niets anders. Maar Jezus droeg dat alles. En het is voor ons ook in vermelding die kan tonen hoe Jezus ons kan helpen in dit morele lijden, wanneer wij ons niet begrepen voelen, wanneer wij ons bespoten voelen en verworpen voelen enzovoort. En daarna, ook bij dit deel, deze uitnodiging van de Heer om zijn kruis te dragen. En wij dragen met hem en hij met ons en het is een vereniging. En één keer heb ik gehoord van een zuster tegen dus in Louden. En zij zei, als wij het kruis omhelzen, omhelzen wij ook de gekruisigd. Het is voor ons echt in diep beseffen. Wij lijden, maar wij zijn niet alleen. Het is echt een genade, wij kunnen vragen, vooral voor de mensen die dit moreel lijden meemaken. En daarna, het laatste deel dat ik heb gelezen, het is het deel van de dood van Jezus zelf. Wij zien hier het hart ook van dit moment, de verlatenheid van Jezus, maar hij was verworpen, verlaten door zijn vrienden, zijn Lilia, maar niet verlaten door God. Het is ook het hart van de spiritualiteit van de focolare, vooral deze zin, mijn God, waarom hebt hij mij verlaten? En het is voor ons echt een teken, ook om te bieden het begin van dit goede week voor vele, vele mensen die zich verlaten voelen, zich verlaten weten, die lijden omdat ze niemand hebben om met hem te spreken, die lijden onder een heel sterke eenzaamheid en met deze pandemie nog meer. Hein? Er zijn zoveel mensen die lijden in het verborgen dat wij niet kennen. En wij kunnen echt dit week hen dragen. Met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons gebeden. Dat wij bidden voor de wereld die echt leidt. En die heeft ons gebed nodig, zodat hij bij Pasen de redding van de Heer
nog dieper kan ontvangen. Stel dat wij echt ons hart dan open voor dit goede werk dat begint. En vragen wij ook door de moeder Maria die dat al meegemaakt heeft, dat zij ons kan helpen door een diep en stevige manier kunnen beleven. Wees groet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u.